Ik kan dit niet. Ik kan ladder. Nee. Nee. Rage quit. Yo mensen, welkom bij een nieuwe Creative Plot van een kijker. Ik ga vandaag weer een plot doen van iemand die een plot heeft gemaakt op de plotwereld van TodoPlotCraft.nl. Whatever. Ik ga vandaag de plot doen van Baby Girl. Er staat, mijn plot is een minigame plot. Het is geen storyline, omdat ik dat niet kan, helaas. De minigames zijn, zoek de button. 2, Elytra parcours. 3, normaal parcours. 4, een doolhof. 5, een deluxe parcours. Als je dat bestelt in een restaurant, een deluxe parcours, dan krijg je echt... Mwah. Lovely. En 6, de quiz. De regels zijn 1, niet cheaten, geen blokken breken. Have fun. PS, dit geldt niet voor Wouter. What? Ik mag geen fun hebben? Wow, ik voel me gewoon persoonlijk aangevallen. Nou, whatever, ik ga maar gewoon geen fun hebben. Huh, een hartje, stom hartje. Ah! Nee, natuurlijk ga ik gewoon fun hebben. Ik weet alleen niet waar ik nu meteen heen moet. Dus ik ga denk ik hier maar heen. Hier landen. Oh nee, wacht even, ik moest even denken. Wat was ook weer nou de eerste... Wat was het eerste ding? Zoek de button. Oh! Nee. Ha! Oh, wacht even, hier is een pad. Yo, goeiemorgen. Goeiemorgen, spring in het gat. Naar het pad. Oh, 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 Wouter. Oh, 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 jongen. De eerste minigame, zoek de button. Hey, ik ben nog wel scherp vandaag, hè. Wat de heck? Zit hier een gigantisch gat? Is dat de bedoeling? Ik snap er niets van. Mag ik dit open doen? Ik ben zo in de war. Waar moet de button zitten? Moet die hieronder zitten? Of moet die hier zitten? Ik kan me best voorstellen. Prank! Oh god. Oké, daar zit hij dus niet in. Moet ik niet daar gewoon naar beneden? Ik denk het. Nou, wat gebeurt als we hier naar beneden gaan? Oh, goed zo. Ga nu maar door de deur eerst. Oh, oké. Heb ik hem nu opengemaakt of niet? Is hier iets? Oh, we gaan nog verder. Wow, oké. Duidelijk, baby girl. Holy shit. Ze dondert me gewoon even in de void. Oké, dankjewel. Ze is wel heel erg... Ja, hoe zeg je dat? Geen idee hoe je dat zegt. Ja, waarschijnlijk moest deze deur dus open gaan. Oké, ik snap hem. Zijn we er nu uit? Uit deze chaos volgend pad. Oké, gelukkig. Ik vind het ergens wel humor om gewoon iemand vol de void in te donderen. Zo van, je hebt het fout gedaan. Nu zal je eeuwig branden in de void. Ojojoj, baby girl. Baby girl, not my lover. Oh. Oké, ik denk dat dit een Elytra is. Nu het Elytra parcours. Ja. Zien we daar de D? Zien we daar de O? Zien we daar de D? Zien we daar de O? Wat krijgen we dan? Oh, Dodo. Oké, pakken de Elytra. We zetten hem aan. Of we trekken hem aan. We gooien hem aan. Ja, mooi, mooi. En dan Elytra parcours. Hupsakee. Oh. Oei. Oké, ja, solid. Oh, oké, dat was niet solid. We gaan het 3 keer proberen. Dat is mijn vuistregel. Oh, je moet daar stoppen? Oké. Woe! Ah, oké. Dat werkt niet. Ik ben bang. Ik kan hem niet te snel aanklikken. Want wat ik dan krijg... Oh shit, hij doet het. Hij doet het niet. Oké, nog 1 keer. Als ik hem te snel klik in Creative, dan ga ik namelijk vliegen. Dat is een beetje het probleem. Dus vandaar dat ik moeilijk een aanloop kan... Nee, ja, fuck this shit al. Ze zijn ook een beetje kort op elkaar. Hier landen, bam. Nou, prachtig. Solid 10 out of 10 landing. Ga naar de linkerkant voor moeilijk. Groot parcours. Ga naar rechts naar makkelijk. Oké, nou, omdat ik hier heb geslekt, ga ik een moeilijk parcours doen. Oké? Dat lijkt me een eerlijke deal. Gaan hierheen. Nou, deze is toch wel redelijk te... Zeg dat nooit, mensen. Zeg het nooit op video. Dit is wel makkelijk te doen, want de seconde daarna word je gewoon gerekt. Zo, ja.
Hupsakee, spring op de slime. Oh, dat is daar. Maar... Even denken hoor. Dit ziet er meer uit als een moeilijk parcours. Of is dat parcours deluxe? Waarschijnlijk is dat parcours deluxe. Wee, ik moet hierop springen, dus dan doe ik dat. Nu een klein doolhof. Oké, begin. Begin doolhof, en wat staat hier? Nu een klein doolhof. Ah, oké. Ja, ik snap hem. Ik ga gewoon hierheen. Jeetje, door dat gras zie je het echt super slecht. Ik weet ook echt niet waar ik uit moet komen. Dus dit wordt nog wel een feestelijk doolhof. Party! Oh, wacht, daar ben ik net al geweest. Aha, ik zie licht. Ik ga maar gewoon door het spiderspul. Zo. Ik denk dat de uitgang van het dolf ergens aan deze kant moet zijn. Maar ja, zoals ik al zei, ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Het is niet echt op iets gebaseerd. Laten we het daarop houden. Oh, ah. Maar ik denk wel dat ik aan de goede kant zit. Dat denk ik wel. Maar ja, dan nog de uitgang vinden. Dat is natuurlijk punt 2. Gaan we gewoon... Oh, deze kant. Ik weet echt even niet meer überhaupt waar ik ben. Dit is zo desoriënterend. En hier was ik doorheen gegaan. Dat was dus niet de goede kant, gok ik. Oh, ik kan hier ook gewoon niet uit. Lol, ze heeft hier barrier blocks boven geplaatst. Dat vind ik wel slim. Dat vind ik wel heel erg slim. Dat je niet even omhoog kan vliegen om te kijken waar je bent. Hele slimme move, baby girl. Maar ja, dat maakt het wel verdomd lastig om überhaupt een uitgang te vinden. Alhoewel, ja, really? Ik zie er wel iets anders. Hier dan een uitgang? Ook niet. Dat is zo erg. Dan zie je telkens de uitgang. Oh, hier is die andere kant. Waar dan wel? Misschien hier dan even terug. Ik weet niet precies meer welke kant ik op ging. Het is wel echt een moeilijk stukje. Oké, weet je wat? We knippen gewoon even door naar waar ik eruit ben. Blijkbaar zat het einde helemaal aan de andere kant. Hey, volg het pad. Oh, toch die kant op. Ik dacht dus dat ik daar moest zijn. Daar zat ik de hele tijd tegen het einde aan te lopen. Maar het is dus gewoon hier het einde. Ik wist dat ik daar gewoon in gemindtricked zou worden. Ik weet niet waarom, maar het was gewoon echt een feeling. Nu een deluxe parcours. Wel een beetje moeilijk. Oh, nee. Oké, kom op, Pater. Jij kan dit. Hupsakee. Nou, Wouter. Geef jezelf geen compliment, want op dat punt ga je waarschijnlijk dood. In de game. Het zou een beetje erg zijn als het anders zou zijn. Oké, ja. Deluxe. Parcours. Het gaat best wel goed. Kom op. Yay, checkpoint Charlie. We doen het gewoon in één stuk. Geen probleem. Ik zeg geen probleem. En we hebben... Bam! Lekker dan. Spring in het gat. Drink eerst wat melk. Daar word je slimmer van. Oh, oké. Pak wel even melk. Melk. Lekker melk. Oké, is niet... Oh, was hij aan het drinken? Oh, nou ja. Ik heb heel veel gedronken. Laten we het daarop houden. Spring in het gat. Yay! Dit klinkt als een quiz. Ja, de quiz. Wat is mijn Minecraft naam? Is dat... Babygirl 321 of Babygirl 123? Oh, shizzle. Ja, ik weet Babygirl, maar ik denk 321. Gewoon, yes! Goed zo, ik eindig op 321. Uit hoeveel ringen bestaat het Elytra parcours? Nou, dat waren er best veel, dat zijn er wel 7. Oh, nou dat blokkeerde daar. Goed zo, je hebt heel goed opgelet, uiteraard. Wie is de president van Amerika? Ja, dat ligt een beetje aan wanneer deze map gemaakt is. Maar ik ga denk ik voor Trump. Ja. Goed zo, je hebt dus het nieuws gevolgd. Ja, nou ja, volgens mij kan je er niet echt omheen. Hoe oud is Wouter? Sorry als ik het zelf fout heb. Is hij 23 of 31? What?
Zie ik er zo oud uit? Is het een baardje? Oh, dat kan wel. Misschien is het gewoon een baardje. Ik denk 31. Niet fout. Oh, shit. Oh, nou gelukkig. Ik ben nog jong. Wanneer is Dodo Craft voor het eerst open gegaan? Is dat in 7 november 2015? Of is dat op 25 augustus 2014? Niet spieken. Nou, ik denk dat dat wel 7 november 2015 is. Yay! Hoe heten de konijntjes van Wouter? Naga en Moni, of is dat Naga en Monster? Ja, Moni is een beetje het verkleinnaampje van Monster, maar officieel heet hij gewoon Monster. Ze zijn niet schattig samen. Oh, zijn ze niet schattig? Ik dacht ook al, zit je nou mijn konijntjes beledigen? Nee. Wat is de kleur van Naga? Is dat zwart of bruin? Ja, nou ja, ze was heel erg blond. En nu is ze wat meer bruinig aan het worden. Ik vond, de babyhaartjes zijn er een beetje af. Ja, je hebt dus goed opgelet als je de video's van Wouter kijkt. Wie is de vriendin van Wouter? Is dat Maisha of Day? Deze is lastig. Met wie woon ik ook alweer samen? Wie zie ik elke dag ook alweer? Ik denk Maisha. Gok ik. Ah, yes! Goed zo. En ze zijn een mooi koppel. Oh, dat is zo'n beetje liefde. Oh jeetje, wat is de hoofdstad van Slowakije? Canada of Bratislava? Het zou wel echt een plot twist zijn als Canada de hoofdstad blijkt te zijn van Slowakije. Maar ik ga voor Bratislava. Goed zo, vlieg maar omhoog. Einde volg het pad voor vuurwerk of ga hier voor nog meer minigames. Coming soon, nog niet af, maar je mag wel even kijken. Oké, we gaan even spieken. Spring in het gat, wel voorzichtig doen, hè? Ik ben voorzichtig. Oh nee, onzichtbaar doolhof. Oké, we kunnen dit. Hupsakee, deze kant. Ja. Goed. Mooi. Deze kant. Ja. Oh, yes! Zo moeilijk was het toch niet? Nee, deze was best te doen. Nu een ladderparcours. Oh god, waarom ben ik hierheen gegaan? Nee, ik had gewoon terug moeten... Oh nee. Dit is echt de hel. Oh nee, waarom begin ik? Nee. Dit is echt... Oh. Dit laat mij huilen. Huilen. Waar moet ik überhaupt heen? Wacht even, waar is het einde? Super moeilijk. Oh, dat zijn verschillende dingen. Maar er is geen einde. Of wel? Oké, er is hier een einde. Oké, daar doen we deze. Fuck this shit, jongens. Ik kan dit niet. Nee. Rage quit. Het is niet leuk. Lava parkour. Kijk, dit vind ik wel leuk. Want dat kan ik. Maar die ladderparcours en zo, dat is zo onhandig. dit was hem. Dat was hem, jongens. Ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Hopelijk haat jullie ladders ook net zo erg als ik. Want het is echt verschrikkelijk ladderparcours. Het is gewoon mijn grootste nachtmerrie, maar dat weten jullie ook wel. Smash even dat duimpje omhoog. Wil je nou ook gezellig langskomen op mijn server? Dat kan. Het is hartstikke gratis. play.dodocraft.nl. Dan zie ik jou heel graag volgende keer bij een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.